Goedendag, mijn naam is Ar. We hebben een functie f x down in 1,2 van 1,3 van 2,1. Dan hebben we drie integraal berekend hier. Ja. F x dx, f van x sinus x en e f x x. Rank je die van klein naar groot? Wel, de eerste integraal van tussen 1 en 2 is gewoon de dalende functie dit hier. Als je sinus x erbij neemt, dan weet je tussen 1 en 2 de functie sinus die daalt daar. Dat betekent feit dat de integraal daar van p kleiner dan a zal zijn. Waarom? Omdat sinus x dalend is. Ja. Nu, e van x in het interval is stijgend, dat is een stijgende functie. Dat betekent de integraal ervan met f van x zal groter zijn. Dus a zal groter a zijn. Als je samenberekent, vind je duidelijk, ja, dat uw b de kleinste is dan a en a is nog kleiner dan c. Dan feit en feit, antwoord c, dankjewel.